Afgelopen donderdag deden de arbeidsinspectie, politie en gemeente Laarbeek een inval bij tuindersbedrijf Verschuren in Aarle-Riksel. Er loopt een onderzoek naar uitbuiting van Oost-Europees personeel. 46 van de in totaal 90 werknemers werden elders in de gemeente ondergebracht. Burgemeester Ubachs van Laarbeek bezocht de 46 Polen op hun tijdelijke opvangadres. Op verzoek van de eigenaar van het complex maakte EDTV geen opnames van de verblijfplaats. Burgemeester, u bent zelf Poolse hoogte genomen vanochtend hier op de kampeerboerderij. Wat zijn uw eerste indrukken van het bezoek? Nou, ik wilde in elk geval even kennis maken met de mensen, met de werknemers. En hun toch even de gelegenheid geven om wat vragen te stellen aan mij die er bij hun leven. Over hoe het hier in Nederland gaat en hoe het hier in Nederland formeel geregeld is. En ik hoop dat ik daar afdoende antwoord op heb kunnen geven voor hun. U memoreerde net voor de groep Polen dat er mogelijk een verkeerde indruk is ontstaan over uw mening over de situatie op het bedrijf in Aarle-Riksel. Dat heeft te maken met verantwoordelijkheden, heeft u gezegd. Nou, het is zo dat ik voor een interview voor de tv heb ik gezegd dat wat betreft het onderdeel waar de gemeente over gaat, zijn er geen zaken meer die opgelost moeten worden. En dat gaat dan met name om de controle van de brandvoorschriften en het bouwbesluit. Door knippen en plakken kwam het over alsof ik had gezegd dat er bij het hele bedrijf niets aan de hand was. En daarvan heb ik gezegd, daar ben ik verkeerd geciteerd. Ik vind dat niet juist. Ik ga niet oordelen over datgene wat mij niet aangaat. Ik heb het alleen over dat deel van de gemeente gehad. En daarvan heb ik gezegd, dat hebben we opgelost. Dat was een probleem, dat is opgelost. En daarvoor is wat betreft de gemeente de kous af. Wat zegt dat over de groep arbeidsmigranten die nu nog aanwezig is op het bedrijf in Aarle-Riksel? Heeft dat wel de extra aandacht van de gemeente of is dat ook niet op dit moment ter zake doend? Ik doe geen uitspraak wat dat zegt over mensen. Dat is niet aan mij om dat te doen. Mensen maken hun eigen afwegingen of ze daar willen blijven of dat ze meegaan. Dus daar treed ik niet in. Voor wat betreft de zaken die de gemeente aangaat, blijft er regelmatig gecontroleerd worden. En dat doen we niet alleen daar, maar dat doen we bij alle bedrijven in Laarbeek. 12 van de 46 Polen zijn inmiddels weer aan het werk. Migrada, een belangenvereniging voor arbeidsmigranten, hoopt de overige werknemers ook weer snel aan de slag te hebben. Bij Verschuren in Aarle-Riksel gaan de werkzaamheden lopend het onderzoek gewoon door. De door de gemeente geconstateerde gebreken aan de verblijven van de werknemers zijn inmiddels verholpen. Lees zaterdag meer in het ED.